Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video vandaag! Ja, daar is het dan eindelijk weer. Eindelijk, het heeft minder dan een weekje geduurd. De Minecraft Survival aflevering van vandaag of zo. Ja, ik ben altijd slecht in intro's. Maar vandaag, dus weer een nieuwe Minecraft Survival. Oké, ik hoop, volgens mij zitten we nu in de 30ste aflevering. Ik weet het niet zeker. Volgens mij zitten we in de 30ste aflevering. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. En vandaag ben ik met niemand meer, maar ook zeker niemand minder dan... Wouter. Wouter. Wat gezellig. Zo, en wat gaan we doen vandaag, Wouter? Wij gaan die frappel afmaken. We gaan hem afmaken en eigenlijk gaan we aan de frappel beginnen. Want de frappel hebben er helemaal niks aan gedaan. We hebben een heel leuk platform gebouwd, maar aan de frappel hebben we nog niks gedaan. Maar ja, dat gaan wij vandaag dus doen. Voor deze aflevering heb ik geen reacties. Nou, jammer. Heel jammer. Nee, maar omdat wij de frappen af moeten maken, gaan we geen reacties doen. En ik had ook niet eentje gezien die ik anders wel misschien had gedaan. Oké, dat was een prank. Maar ja, zoals jullie zien hebben wij dit even buiten de opname afgemaakt. Die hekkies. Hekkie? Ja, die hekkies. Die hebben we even afgemaakt. En Wouter is nu als goed flint en steel aan het maken, maar ik denk dat hij niet eens weet hoe het moet. Ja, ik weet hoe het moet, alleen ik kan geen flint uit zo'n ding krijgen. Volgens mij zit er nog een beetje in de chest, maar... Nou, volgens mij niet. Oh, het is voor ons vandaag zaterdag. Toch, Wouter? Zeker. Ja, het is zaterdag. En, ik zit op de voetbal, Wouter ook. Dus we gaan gewoon even, aangezien wij toch een frappe moeten maken, vertellen over onze wedstrijd. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Wouter, naar jouw wedstrijd. Ik heb al een beetje gehoord, maar hoe ging het überhaupt? Het ging goed, we hebben gewonnen. Wat trouwens, was het een competitiewedstrijd of was het zo'n vriendschappelijke competitiewedstrijd? Vriendschappelijk. Ja, met de competitie. Nee, gewoon vriendschappelijk. Gewoon, gewoon een wedstrijdje. Gewoon één oefen. Oké. En nou ja, wij moesten tegen een C1 van Ommen, geloof ik. En, Ommen? Ja, in Ommen. Oh, Ommen. Oh ja, oké. Nou, het was op zich, ja. Als je kijkt alleen naar de wedstrijd, maar als je kijkt waar we op speelden, was het gewoon droog kunstgras. Ja, maar dus raar, ja, want... mijn knieën zijn nu ook gewoon niet meer heel. Dat kan maar het heeft toch geregend vannacht? Ja, maar als je om, even kijken, om 12:30 geloof ik... Ja, oké, dan kan het inderdaad wel droog zijn, ja. Daar heb jij een punt, maar jullie hebben gewonnen hoeveel? Wij hebben met, 8-3 of 7-3, dat weet ik niet meer. Oh, maar... heel netjes dus. Heb je zelf nog gescoord? Maar we hebben ook... Nee, ik heb niet gescoord. Oh. Maar ik heb wel een assistie. Dus, goed van je. Ja. Nou, het is fijn om te horen dat je hebt gewonnen. Ik ben net zoeken naar Flint & Steel, maar ik kan het ook niet vinden. Ik hoop dat jij ook hebt gewonnen, vraagt. Ja, nou, mijn wedstrijd... echt heel triest. We hebben dus wintercompetitie met een paar ploegen en ik moest tegen Schalk Haar... C2, die speelde in dezelfde klas alleen dan in een ander district, weet je wel, dus op een andere plek. Ja, snap je dat? Ja. En, we hadden dus die wedstrijd. En we zagen eigenlijk al bij de warming-up van dit is een goed team. Dit team tikt heel veel. Dus het was ook een heel goed team. En, wij speelden heel verdedigend. Dat mag ik gewoon heel eerlijk zijn. We speelden echt countervoetbal. We speelden heel verdedigend, kwamen veel onder druk. We gaven niet super veel druk of zo. Maar we hadden één kans. Ah, die scoorden we. Dus het was eerlijk. 1-0. Je hebt één flint. We hebben er twee nodig eigenlijk. Ik heb hem opgepakt. Als ze nou vast één op... Oh ja, dat is een goeie. Zeker maar vast maar. Oh, ik heb er twee. Lekker. Oké, is sappig. Maar ja, we kwamen dus op een goede 1-0 voor... terecht. Helemaal niet. Ben ik gewoon heel eerlijk in. Het was echt niet terecht gewoon. Want zij speelt... Nou, eerste helft viel het op zich nog wel mee. Het was... Oké, het was eigenlijk... Het was een beetje onterecht. Een beetje. We speelden nog wel redelijk voetbal. Toen ging 1-0 de rust in. Toen kwam de tweede helft. Nou, en de tweede helft was een drama. Want in de eerste helft hadden zij al een goal gemaakt, maar dat was... overduidelijk bij het spel. Dus het was afgekeurd. En in de tweede helft maakten zij de 1-1. Die werd afgekeurd voor buitenspel.
het was buitenspel in een actie. Nee, maar het was wel blijkbaar buitenspel. In een actie die daarvoor had plaatsgevonden, was het al buitenspel. Dus ja, op zich volgens mij was dat gewoon een goede beslissing van de scheids uiteindelijk. Hij telde hem eerst, maar met overleg met de grensrechter, ik zet mezelf in de fik, is gebleken dat het dus een buitenspel moment was. Dus we stonden nog 1-0 voor. Nou, wij kwamen gewoon onder druk. Wij kwamen niet aan voetballen toe. Ja, dan weet je, het gaat een keer gekomen. En het kwam ook, zij scoorde 1-1. En toen was eigenlijk voor ons gewoon hopen op een gelijkspel. Ja, je weet hoe dat gaat, dan speel je... Ja, je weet hoe dat gaat. Je speelt alleen maar verdedigend en dan hoop je gewoon op een gelijkspelletje. Toch? Of zeg ik nu iets heel doms? Serieus. En toen hadden wij een best wel grote kans... 1-op-1 kans. We hadden 3 1-op-1 kansen die wedstrijd. Nou, die had de keeper van hun heel goed. Onze keeper deed ook hartstikke goed. Bas, zoals wij hem noemen. Ik weet niet waarom we hem Bas noemen. Maar hier, kijk, gelukkig hebben we een tweede gemaakt. Wij speelden slecht. Erg slecht. Maar wij hielden vol. Dit is nu wel een beetje een gevaarlijk gebied om omheen te lopen. We hielden vol en we hadden 1 counter. En die scoorden we. 2-1. En we hebben uiteindelijk met 2-1 gewonnen. Het is echt onterecht. As fuck. Het is heel onterecht. Dat geef ik gewoon heel eerlijk toe. Oh, ik heb er nog heel veel, Wouter. Oh ja, maar kijk maar af, jongen. Het is heel onterecht, maar we hebben uiteindelijk gewonnen. En ja, wij trokken aan het langste eind of zo. Dat is toch zo'n spreekwoord? Nee, oh shit. Nee. Ik TP je wel. Dit gaat niet door. Ik TP je wel. Sorry, jongens. Sorry. Maar ik wist niet dat je er tussendoor kon vallen. Ja, je kan er dus tussendoor vallen. Maar ik geef gewoon toe, wij hebben een hele slechte wedstrijd gespeeld. En dan reef ik gewoon heel eerlijk toe. Maar we hielden het gewoon beter uit. En zij maakten het niet af. Nou, en dan win je een wedstrijd. Dus dat was heel mooi. En nu gaan we een frappel bouwen. Nu is het ondertussen al 5:30. Mooi op tijd. En Wouter heeft al een klein experiment van gemaakt. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het grote eruit gaat zien. Dus Wouter... Succes. Ik ben even aan het tellen of dit wel symmetrisch is trouwens. Ja, het is symmetrisch. Oh, je ook nog even een leuk ding. We wilden dus net gaan opnemen. En toen moest Wouter een tompoes gaan eten. Ja, dat zou ze geen nee tegen. Ja, dat snap ik ook. Maar ik dacht echt van, nou, dan gaan we nu opnemen. En in één keer hoor ik een schil bij Wouter. Wouter! Ah, en toen zag Wouter zo van... Ja, ik moet de tompoes eten. Toen dacht ik echt zo van, yo. Vond ik best wel grappig. Best wel heel grappig. En wat vonden... dat hebben jullie natuurlijk in de... gisteren is een video online gekomen. Ik heb hem nog niet... Ik weet niet hoe die eruit is gekomen, want ik heb hem nog niet gemaakt. Maar ik denk in ieder geval dat het een heel leuke video is geworden. Hij staat ook in de beschrijving en in de endcard. Het is weer een video met vrienden waarin ik ga voetballen. Het wordt toch altijd heel goed ontvangen. Hé, Wouter? Zeker. En Wouter was er ook bij. Heel gezellig. Ja. Het was leuk. Het was heel leuk. Het was grappig. En het was best wel... Sick. Ja, hoe moet je het zeggen? Sick. Het was best wel... Apart. Om het even zo te zeggen. Maar ja, Wouter, ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ja, hoe je nou een goede frappel kan maken. Ja, misschien stairs. Misschien stairs of slaps. Ik maak even een crafting table, ook al hebben we er nog 14. Maar het ziet er ook gewoon echt raar uit. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, klopt. Maar een frappel is ook raar, dus ja. Zullen we gewoon met wat slaps gaan werken anders? Zo, ja, met slaps. Is dat denk je mooi? Aan de binnenkant maakten we van dirt, hè? Hadden we bedacht. Maar even kijken, een frappel loopt ongeveer... Zeg maar net als een appel, het gaat zeg maar... Het begint... Zeg maar, ja... Met 1 blokje begint en klein. Dan het begint op. Naar... Oké, zullen we doen dat het begint op 4 dingen? Oké, 4. Wow, dat is begint heel klein. Op 4. Begint op 4. Het begint op 4. Dit is het midden volgens mij. Oh, nee. Oh, deze moet weg. Oké, dit is het midden. Ja, oké. Dus het begint op 4 en dan gaat het zich uitbreiden naar meer. Heb je ook wel wat dirt hier? Oh nee, ik heb geen dirt. Maken de binnenkant maken we van dirt, hè? Ja, dank je wel. Circus.
Die, en dan, en dan deze sommige eigenlijk. Stukjes, die kun je gewoon... Die komen eruit, ja, die kan je zien. Ja. Oké, ja, is goed. Is goed. Dus hier doen we dan de deur, zoiets of zo. Niet symmetrisch, zei je toch? Nee, vooral is totaal niet symmetrisch. Oké, we moeten niet te snel opzij bouwen. Dan denk ik dat we... Niet te veel, zeg maar, dat hij opzij al gaat meteen. Nee, rustig, geleidelijk aan. Zo, zoiets, denk ik. Zelf even naar boven halen. Zoiets of zo? Ja, perfect voor. Dan hier misschien nog zo'n ding. Nou, hier weer twee. Dirt. Zo, en dan... Hier doen we ook een deurtje. Het gaat echt heel dom uitzien, Wouter. Trust mij. Zo, perfect, zo. Maakt niet uit, we gaan gewoon door. Maar het is ook zo'n stille aflevering. Maar het slaat ook weer helemaal nergens op. Een frappel. Ja, het is echt een frappel die op een moment zelfs nog wordt gefrituurd. Ah. Ja, een mooie frappel. Nou, hij wordt nu gewoon warm gehouden. Laten we het zo ja, zeggen. Ja, oké. Zullen we hem trouwens niet al te hoog en groot maken? Ah, tuurlijk, hij moet wel in zijn waarde blijven. Dat snap ik helemaal. Oh. Oké, ik ga even kijken hoe groot hij ongeveer dan kan... zijn. Ja, als ze zo en dan als ze zo meteen weer... Ja, nu naar binnen werken weer. Ja. Oh, maar dan wordt het echt een hele kleine aflevering, maar dat maakt niet uit hoor. Nee, we kunnen nogal meerdere dingen doen, joh. We hebben alle tijd. Over dat hele ding eromheen hebben we langer gedaan dan over de frappel zelf. Kom je er nog in? Je kan beter via de tweede verdieping van de... Ja, ik heb het door. ...stijgers. Van de poep. Van de kak. Heeft hij allemaal torsjes in gedaan? Ja, anders spannen er toch geen mobs. Ja, maar dan doe je dat toch... Vul je hem toch gewoon met dirt? Dat is toch sappig? Nee, we doen op deurtjes. Nu weer naar binnen werken, toch? Ja. Even nog wat randomiseren. Randomiseren, randomize ook wel genoemd. Ja, zo noem ik het gewoon. Gewoon af en toe, gewoon eens even zo'n heel random blonkie. Zo'n blokje ergens in één keer. Ja, dat mis ik hier gewoon een beetje. Even kijken, ik moet er even wat dak ook goed. Ik ga alvast een beetje naar binnen werken. Oh, zo'n sappig frappeltje. Sappig frampelt die. Oh, dat moet van dirt eigenlijk, hè? Ja, ik heb er niet genoeg dirt voor. Het gewoon te weinig dirt hebben is eigenlijk best wel raar. Oké, ik heb in ieder geval wel genoeg van dit. Oké, zo. Nee, nog wat randomization. Zoals Wouter dat zo mooi zegt. Oké. Moet wel weer hier een deurtje. Zo is het wel echt ultimate rennen. Ja, oké, dan gaan we nu de stijger weghalen, ja? Wacht. Ik haal wel vast een deel weg. Even kijken, ik wil even kijken hoe het eruit ziet. Ja, het is echt wel mooi. Echt zo'n prachtig... Wow. Wacht, er moeten wel toortjes op de bovenkant. Op de twee bovenste. Het is echt een lelijk ding. Ja, maar daar het ook voor. Nee, wacht. Voordat je het weghaalt allemaal. Die ene... Stop, het is wel een nacht. Laat je zien welke kant. Maar doe je zeg maar één kant heel dik. En de andere is echt gewoon een beetje mager. Ja, dat is dan de magere kant. Deze hier, waar ik nu sta. Deze kant die. Deze is nog een beetje magertjes. Nou, dan moet je daar wat bij bouwen. Ja, ik ben bezig. Ik ben al bezig. Godverdomme. Ja, lekker bezig. Zullen we zo meteen wel gaan slapen? Ja, is goed. Nou, ik hou dit dan nog even hier. Oké, ik kom de ladder niet af. Oké, Gigi. Ik ga even terug, want we gaan even slapen in ons bedje. En ik denk dat wij heerlijk kunnen slapen, aangezien de frappel ongeveer af is. Wow, we hebben het gewoon serieus in een kwartiertje gedaan, Wouter. Dat is serieus een record.
is natuurlijk wel een core, want we zijn de eerste die een grappen. Oké, ik ga hierheen. Zo van, yo, daar moet ik ook zijn. Oké, hier, we gaan weer in. Oh. You may not rest now. There are monsters nearby. Ik zei vroeger altijd nearby. There are monsters nearby. But wait, where are the monsters? Want I can't find them, not. I can't find them. Maar waar zitten die monsters? Als ik zo zit te kijken, dat dirt moet echt weg. Dat ziet er echt niet uit. Ja, dan veranderen we door een andere steen. En die bricks. Nee, wacht, ik bedoel gewoon dat dirt. Gewoon die bricks en dat dirt. En dan gewoon alleen dat paaltje. Hoezo zitten er monsters in de buurt? Wacht even hoor. Minecraft logica. Ik denk dat hier een monster zit. Oh, een creeper! De redstone. Nee, ik kan... Twee creepers. Hier. Twan. Kom, Wouter. Hoe kunnen hier nou nog creepers spannen? Kom, Wouter, we lopen gewoon naar binnen alsof wij hier niks mee te maken hebben. Een glitch van Minecraft. Daar konden wij niks aan doen. En Twan mag dat lekker gaan maken. Weet je waarom het kwam? Dat er in één keer een creeper naast ons spannen, oké? Nog meer? God, zie mij er. Ik denk dat ze dan buiten zitten of zo. Ja, oké, okay, het is dan? Nu toch al bijna ochtend. Kom, we gaan gewoon weer verder bouwen. Kom, Wouter, we gaan verder bouwen. Het is toch alweer bijna ochtend. Ja, ik vind hem nu wel echt mooi. Ik vind hem wel mooi. Ik denk dat we die deur gewoon moeten laten zitten. Ik vind hem magnifiek. Ik denk dat we die deur gewoon moeten laten zitten. Het hoort er wel bij. Wouter, waarom heb je nou de fucking trap weggehaald? Nou, gewoon. Deze deur moest ook nog weg, hè? Ja, die kun je toch gewoon zo weghakken? Op plaats van dat je de trap even wat laten staan. Nee hoor. Wouter gaat al dirt oppakken, want Wouter is keer. Wouter houdt van dirt. Wouter, ja, maar dat Wouter. Dirtlaagje bedoelde ik ook. Nee, die moet gewoon laten zitten, toch? Nee, moeten we weghalen, die toch? Die je weghaalt. Ja, je moet toch gewoon weg? Ja, ik dacht al van... Ja, ik vind het echt niet mooi. Oh, ik dacht dat je de dirt bedoelde die in de frappel zat. Nee, maar kijk, jij zegt al dat we dirt tekort komen, hè? Ja, maar we hebben echt een hele chest vol met dirt, weet En dan ik. Zit je nu weer te zeggen van... Ja, Wouter gaat lekker hier zo staan. Maar het is toch juist goed, want dan recyclen we dirt. Ja, dus. We hebben ook echt niet een hele chest helemaal vol. Nee. Voor mij is wel goed geprobeerd. Oké, dit gaan we even weghalen. Deze muziekbox ook. En dan gaan we even het hekje eromheen bouwen. Even zo'n mooi pand hier moet. Maar. Ja, we moeten er wel een pad heen bouwen eigenlijk. Ja. En dan hier zo'n heel officieel bordje. Zullen we er een. En die muur moet dan ook hier omheen. Maar dat mag Sil doen. Oké, wacht, ik weet wat. We moeten hier, dit is het midden. En dan moet er ook zo'n officieel bordje staan van frappel zoveel of zo. Frappel nummer 69. Kijk, zo en dan zo. Ik zie het al helemaal voor me. Oké, dan moet ik even de crafting bench pakken. Kijk. Het begint ergens op te lijken, jongens. Het is ook voor het eerst dat iets van ons ergens op begint te lijken. En dan moet hier wel iets voor... Oh, nee, wacht, ik weet al wat. Doe we gewoon zo. Oh, magnifiek. Nou, doen we die open of dicht? Open. Oké. Okay. Zodat iedereen mag kijken. Maar er zit natuurlijk wel een geheime shit. Dat als je hier doorheen loopt. Als je hier nu overheen gaat, zo. Dan ben je nog invallen met shift. Daar ben je in dode man. Zo, dan gaan we nu een sign pakken. Ja, we gaan een sign pakken. Sign. Harry Blokhorst. Een sign. We hebben een sign. Oh. Deze en dan ook moet made by the multigame squad. Ja. Made by MG squad. Oké, okay, we moeten even wat signs gaan pakken, jongens. Wij zijn zo goed in ideeën, Wouter. Ja, wij zijn echte mannen.
Ja, vorige aflevering. Nou, zijn we nauwelijks opgeschoten. Deze aflevering, jongen. Oké, twee signs pak ik ervoor. Het gaat echt als een sneltrein. Home sweet home. Dat is echt een mooi bordje. Het is echt nog een keer een nieuw huis. Ja, maar deze werkt. Hij werkt. Is dat wel ons volgende grote project? Weet je nog? Dat we alleen dit hadden. Ja, dat we alleen een midden hadden. Ja, dat weet ik nog wel. En ook geen kelder. Het waren echt skere mannen. Het waren echt skeer. Misschien hadden we, konden we met slimeballs gewoon stekken. Ja, toen waren we echt goed. Toen waren we echt goed. Ik ben even aan het kijken, want even kijken, deze deur moet zo zomaar. Waren dit serieus alle iron bars? We hebben gewoon alle iron bars. Oh, hier, laat maar, prank. Found them. Easy. Zo, ik ben bijna klaar hoor met mijn chest. Shit, ik heb even wat shit in de chesten gedouwd. Almost done. Die jongen hebben we daar. Poppy, die moet daar niet. Poppy. Poppy, America jongen. Ja, first. Lekker. Oké, op. Hopper de pop. Van Red Dead. Hopper de plopper. Oké, let's go. Let's go. Let's go. Volgens mij, hè. Wacht, ik ga wat proberen. We gaan even klooien, jongens. Wat is dit? Wat is dit? Waarom staat dit aan? Nou, boei. Even kijken, we gaan even. Volgens mij kan ik dit uitzetten. Nee. Kan ik het uitzetten? Oh, volgens mij kan ik het niet uitzetten. Ik dacht dat ik dat de regen vast stond. Dat ik dat kon. Kijk, ik ga nog heel even kijken. Ja, nu lijkt het er echt op. Want nee, ik heb nu zeg maar het gras er rondomheen. Heb ik zeg maar zo'n. Oh ja, dat is wel vet. Want dan lijkt het ook uitgedroogd. Oh ja. Waar gaan we de bordjes? Zullen we de bordjes hier doen? Hier. Tegenaan. Waar ik me. Ja, de tegenaan. Op de eerste of de tweede? Allebei. Ja. Zoveel bordjes hebben we niet, Wouter. Heb je maar of één. Of hier opzetten. Of hierop. Hierop, zo. Nee, dat is niet mooi, hè? Nee. Zo nee. Dan. Zo. Ja. Oké, wat gaan we bij het eerste bordje zetten? Je hebt er dus wel twee. Ja, klopt. Wat gaan we op het eerste bordje zetten? Frappel. Het frappel standbeeld. Ja, en dan. Hoeveel is vandaag, Wouter? Oh, nee, wacht, dat komt op het andere bordje. Hoeveel is vandaag? Is de. Vierde of vijfde? Vierde. 4, 2, 201, C. Oh, ik moet nog een streepje. 201, 8, 7, 6, 7. Oké, zie je zo hier het frappel standbeeld? Oké, dan gaan we even wat. Ja, want dit bordje, Wouter, is één plekje niet. Oh, dat, ja, ik weet het allemaal. Dat werkt nog niet. Nee, die kan nog niet. Groei! Je kan even uit de chest. Bij ons zit nog een grasblokje. Oké, made. Oh, made by MG Squad. Doen we dat, MG Squad? Ja. Ja. Oké. Hop, het staat gewoon. Wow. Het staat gewoon. Ik vind hem mooi. Ik vind hem mooi. Wij gaan even van een goed afstandje kijken. Ik vind hem mooi. Dit zal nu voor altijd in ons hart blijven, jongens. Dit is hoe een frappel eruit ziet. Hij is mooi. Hij is goed gelukt. Ik ben trots op ons. Ik wou trots op mezelf zeggen, maar. Eigenlijk is het niet made by de Multigamer Squad, maar. Ja, maar made by Sander en Wouter. Namens. Of namens. Oh, namens. Zal ik dat dan neerzetten? Namens? Ja, MG Squad? Ja. Namens, ja. Oké, moet ik het bordje wel weghalen? Hoho, magnifiek. Hé, je grasblokje is gegooid. Heb ik net een grasblokje gehaald? namens. Groeit het daar ook? Namens MG Squad. Oké.
Datum moet er altijd bij. Ik vind het vet. Gewoon ons eigen standbeeld. Met hekjes eromheen, alles op en eraan. Ik vind het vet. Ja, ik ook. Er wordt in die handjes geklapt. Eigenlijk moet er nu echt zo'n persbericht uitkomen. Eigen standbeeld gemaakt. Door. MG Squad. Namens MG Squad. Ja. Oké, pers, bel me gewoon. Ik ben altijd klaar voor interviews. Vind ik helemaal prima. Ik ben altijd klaar voor interviews. En waarom heb je deze profiel gemaakt? Ja, een kijker had een standbeeld achtergelaten dat ik dat moest maken. En Wouters ding is frappel. Dus ik dacht, dat ga ik combineren. Oké. Wouter, je moet de miniatuur frappel nog even weghalen. Oh ja, nou, ik dacht eigenlijk die is ook wel mooi, maar... Het is toch lelijk vergeleken met de echte. Kunnen we linksom? Voel je je nu heel diep gekwetst of heel diep? Of nog heel diep? Heel erg. Weet je, Sil moet echt een keertje in de muur gaan uitbreiden, joh. Ja, hij doet echt zo van... We zijn geen Nederland, hoor. Dan heb je zoveel land en dan kies je maar zo weinig uit. Ja, maar hoe heet dat? Ik denk dat hij het beste het frappelbeeld moet niet in de muur staan. Dat moet gewoon echt, zeg maar, van zo'n groot standbeeld dat dan net buiten de stad staat, als het ware. Toch? Kan ook. Die uitkijktoren ook die we daar bestaan, waar we nooit iets mee doen. Maar ik dacht ook al toen we dat gingen bouwen, ja, wat heb je hier aan? Ja, het ziet er gewoon sick uit. Het is wat moois bij een stad. Ja, het is gewoon net als de peperbus. Ja, het is wat moois bij een stad. Nou, deze gaan wij even een keertje, als ik het niet vergeet, veranderen naar het groen. Want het klopt nu. Survival Games en Extreme Kip. En dan was het denk ik de aflevering, Wouter. Wij hebben de frappel gemaakt. Je ziet hem daar in de verte staan, daarachter. Je ziet hem staan. Ga dan nog even lekker naar Koenkeloeren. Ja, maar dat kan altijd nog. Je kan altijd nog even terugkijken naar de miniatuur van deze aflevering. Het kan altijd nog. Steek hem in de fik. Nee, grapje. Maar ik hoop dat jij deze video leuk vond. Je ziet Wouter helemaal in je beeldscherm. Nee, dat ook niet. En dit was het video. Doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Het wordt ondertussen nacht. Ik wens je nog een hele fijne avond. Voor wat de avond nog eigenlijk... Ja, de avond is nu pas net begonnen voor jullie. Ja, ik wens je een hele fijne avond. Ik wens je nog een hele fijne dag. Succes met school. Ja. Dit was hem. Ik hoop je morgen bij een nieuwe video weer te zien. Ik hoop dat Oscar jou morgen bij de nieuwe video ziet. Dan zeg ik nog maar één ding. En dat is... Zeg later dan, rol. Later. Oh, dat was wel een hele snelle. Oké, dan doen we zo.